en het vader nog te praten. Dan de douwe schouder onder het volk staat al in de straten. En als bij de tweede toer lijkt de makker in je warm. Nou, we zien hier een glazen wat aan het werk. Ja, wat wordt het ontwerp precies? Nou, het ontwerp heet Op Hoogte. Je ziet hem inderdaad hier staan, de maquette. De maquette is schaal 1 op 10. Dus één wagen, stilstaand beeld. Met de maximale afmetingen. Dat is 19 meter lang, 9 meter hoog en 4,5 meter breed. En je ziet eigenlijk een glazenwasser die in zijn schommel hangt. Die eigenlijk een groot flatgebouw aan het ramen lappen is. Maar ja, natuurlijk niet rechtop, want dan wordt die 19 meter hoog. Dus we hebben een tordering gemaakt van de pui eigenlijk. Dus je ziet eigenlijk inderdaad de glazenwasser aan zijn pui hangen, volop aan het werk. Ja, en ik zag wel in de tent wordt er ook verschillende soorten alternatief materiaal gebruikt. Ja, dat klopt. Wat wordt er zo gebruikt? Nou, met name natuurlijk, het blijft een dahlia koren, dus de dahlia is natuurlijk wel overheersend. Alleen je ziet inderdaad, wat we met de gevel wilden doen, is dat we eigenlijk de raampartij, zeg maar, willen we eigenlijk een spiegeleffect creëren. Dus je ziet hem eigenlijk tegen de gevel aan hangen en daar moet eigenlijk een soort spiegel in komen. En hoe hebben we dat gedaan? Het kozijn wordt wel gewoon bloemen, maar daartussenin daar plaatsen we plexiglas. En op dat plexiglas komt de spiegelfolie. Dus aan deze kant gaat hij dan ook spiegelen. Dus aan deze kant zie je Pedro, zo heet de ramenwasser, zie je gespiegeld in het raster. Maar aan de andere kant moeten we juist een doorkijk creëren. Dus aan deze kant spiegelt hij, maar aan de andere kant is hij door de beleiding, zeg maar, kijk langs de andere kant, zie je hem weer, kijk eigenlijk van binnen weer naar buiten. Dus dat is eigenlijk met name het grootste alternatief materiaal wat op deze wagen komt. En ja, dat is altijd een beetje een discussiepunt van, willen we dit wel, willen we het niet? Heeft het bij jullie ook nog een moeilijk moment geweest om te kiezen? Of? Nee, kijk, natuurlijk wat ik zeg, het is een dahlia koren, dus de dahlia moet overheersen. Maar ja, door de spiegeling heb je juist twee keer zoveel dahlia's, dus dan heb je nog meer dahlia's op de wagen. Dus wat dat betreft, het is een bijzonder trucje. Natuurlijk in kleine vorm getest, ook met daglicht, buitenlicht, zonlicht. Nou, je weet nooit wat dat straks natuurlijk op 19 meter gaat doen, dus dat blijft altijd spannend. Maar dat zullen we over twee weken op de eerste zondag van september zullen we dat zien hoe het uitpakt. Als ons dorpje stil ontwaakt, een tent verrijst in elke straat. Met jong en oud werk dan in doel, voor het ultiem kort zo gevoel. We kwaard ons gek een beetje zot, voor ons is kort zo een genot. Met heel het dorp er tegenaan, het kort zo zal nog nooit vergaan. Het kort zo leeft, ho, ho, hey. Het kort zo leeft, ho, ho, hey, oh. Het kort zo leeft, ho, ho, hey, oh. Het kort zo leeft. Zijn de vrijgezel of al lang getrouwd? Op bloemenveld of liever in de tentbouw? Dan mag voor het kort zo toch niks uit. Vanaf de dag dat je zijn geboren, en